Dankjewel. Wow, ik heb er weer zin in, jongens. Mijn allereerste video sinds ik 22 jaar geworden ben. Dankjewel aan al jullie fantastische verjaardagswensen. En mocht jullie nog niet weten dat ik jarig was, geen paniek. Dat geeft ook helemaal niet zoveel. Maar voordat ik deze video begin, moet ik eventjes wat belangrijk doen. En dan ga ik overschakelen naar deze camera. En dat is onze abonnees op de muurschrijver, jongens. Want er zijn een paar van jullie die zo slim waren om bij de ONS te komen. En daarom, jongens, mocht jullie nieuw zijn. Mijn naam is trouwens Alwin. Hallo, aangenaam. Als we nieuw zijn, ga ik met deze stift jullie op mijn muur tekenen. Ja. Oké, dus 620, 25, 600. Oh, mijn tellen. 620, 625, 26. 626 staat hij nu op hier. Dat betekent dat ik 7 moet bijvoegen, want we staan nu op 633. Dus als je dit kijkt, abonneer als je nieuw bent, want wij zijn gewoon de snelste opkomende familie van Nederland en België. Dus mocht jij een van deze streepjes willen zijn, laat het in de comments weten welke jij wilt zijn. En dan gaan we dat gewoon regelen. Hoe dan ook. Terug naar de video. En dat doen we gewoon simpel zo. Daar ben ik weer, jongens. Daar ben ik weer. 22 jaar. Ik ga mijn oude lul voelen, jongens. Ik ga mijn oude lul voelen. Hoe dan ook, vandaag dacht ik, hey, het zou echt heel leuk zijn als ik op mijn ervaringen en wat ik allemaal heb meegemaakt dit jaar in één grote videobundel en daar met jullie over hebben. Zat een microfoon aan eigenlijk? De eerste weken toen ik kerstvers 21 was, verliep rustig. Ik maakte video's, ik werkte in een discotheek en alles ging gewoon op zijn tijd. Ik moest wel helaas een tijd binnenzitten. En dat had alles mee te maken dat ik enorme, belangrijke schouderoperatie had. En ja, daarvan heb ik ook wat pittige foto's. En voor de mensen die nu aan het eten zijn, sorry daarvoor. Maar ja, je boy is een YouTuber, een vlogger. Maar zo begon mijn 22e levensjaar. Want zo gaat het als je 21 wordt, dan ga je naar je 22e levensjaar. Dus als je 10 bent en 11 van. Maar ja, goed. Totdat ik het idee kreeg om samen met mijn moeder uit huis te gaan en samen naar een onbekende plek te gaan. Weet je wat we gaan doen? We gaan een keer naar de zee, Alwin. Gewoon om je hersenen een keer te hersenen spoelen. Gewoon om weer normaal te worden. Want jongens, Oh, wat is dit hier allemaal? Ja, wat is dit? We gingen naar de zee om je hersenen een beetje lucht te geven. Ja, juist. Oh, dankjewel. Maar omdat je dan 3 weken binnen zit, jongens, ik moet dus van de dokter en van mijn kinesist moet ik dus 3 weken binnen zitten. En voor mij, Alwin Maas, is dat best moeilijk omdat ik redelijk actief ben, redelijk veel dingen wil doen. I've been to the top of Mount Everest. Zie, het is zo koud, zo. Ja, daar is allemaal de reporter. Ja, kom hoor. En ondertussen ging de tijd verder en kwam ik bij een belangrijk deel van mijn leven. Kijk, vlogs maken heb ik sinds dag 1 eigenlijk al gedaan. Gewoon omdat ik mijn leven wil opnemen om later terug aan mijn kinderen te laten zien. En gewoon wat ik deed op mijn leeftijd toen. Ja, en deze les heeft me echt wel veel geleerd. En in die 365 dagen heb ik maar liefst 47 video's gemaakt. En dat komt bijna overeen met elke week een video uploaden. Toch sterk? De reporter is weer terug, hoor, jongens. Ik kan zoveel nieuws gaan maken. Hoe dan ook, nu ik 22 jaar ben, heb ik toch wel bepaalde dingen geleerd. En ja, dat komt een beetje raar over, maar toch heb ik dingen geleerd. En één van die dingen is dat ik nooit meer, maar dan ook echt nooit meer, en nu meen ik het echt, nooit meer een taakslag wil doen. En waarom zeg ik dat? Nou, jongens, na drie keer een taakslag moeten doen van allemaal samen, ik denk 150 uur, dan leer je wel je lesje. Geloof me maar. Niet vanwege de stunts, maar gewoon hoe rot het werk eigenlijk is. Het tweede wat ik geleerd heb toen ik 22 jaar werd, is dat ik dagelijks vloggen of dagelijks uploaden echt wel onderschat heb. Want een tijd geleden zei ik dit. Ik kreeg het idee om je dagelijks te gaan filmen, jongens. Oh my gosh. Oeh, dagelijkse video's op dit kanaal, jongens. Oh mijn god, wie wil dat nou niet? En ik moet gewoon eerlijk zeggen dat het toch wel een beetje anders is gelopen dan dat. Maar dat betekent niet dat ik nog steeds mijn best doe voor jullie. Ik ben zo verschrikkelijk blij dat het eindelijk gedaan is. Heerlijk! Het meeste wat ik geleerd heb is dat vloggen, / YouTube, / filmen toch altijd mijn nummer 1 passie is. Dus met dat gezegd hebben, jongens,
dit is het einde van die video. Mocht je dat leuk vinden, dan kan je hier rechts abonneren op dat kleine icoontje van me, mijn profielfoto. Kan je op klikken, kan je op abonneren. En als je dat dan toch doet, doe dan ook even dat belletje aan, zodat je nooit een upload mist. Hier rechts van mij heb ik een leuke video voor jou klaargezet, die speciaal alleen voor jou gekozen is, op basis van je interesses. En met deze zeg ik, nieuwsreporter Alwin, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor de felicitaties en dankjewel voor de support op mijn video's. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later amigos!